Ja, en dit is de glossy die je gemaakt hebt. Het is onderdeel van een trilogie, om het maar even zo te zeggen. Het is de show, het is de glossy en het is de film. Film, ja. En nou, dan sla je de glossy open, prachtige glossy. En toen dacht ik... Ja, ik zat in het interessante Nederlands zeggen. Waarom moet je eigenlijk je persoonlijke geur lief hebben? Ja. Ja, leg uit. Nou, ik denk dat de vagina zeg maar nog best wel een groot taboe is. Terwijl iedere vrouw heeft hem. En die is niet daar van nature vertrouwd mee. Natuurlijk een deel wel, maar een heel groot deel van de vrouwen niet. En die vinden ook de geuren heel erg lastig. De geur, als je net gevreeën hebt en er is sperma ingekomen... dan heeft dat een hele andere geur. Nou, steeds meer vrouwen moeten allemaal reinigen, want dat vinden ze verschrikkelijk stinken. Met douchen en zo. Met douchen en weet je, er wordt steeds meer middelen bedacht... Weet je, om die geur daar zo neutraal mogelijk te houden. Terwijl ik denk dat het heel veel over jezelf zegt... en ook over je liefdesleven, maar ook over je gezondheid... Maar het is ook, als je het niet lekker wil ruiken, kan je ook niet het beminnen. Dan kan je ook jezelf niet beminnen. En dan ben je ook ongemakkelijk als je bemind wordt. Dus ik denk toch dat het heel goed is om daarover te hebben. En het bespreekbaar te maken. En dat vrouwen ook met elkaar daarover hebben. Om ja, daar toch uiteindelijk een beetje wat anders over te gaan denken. Want het is gewoon een lichaamsgeur. Maar wanneer maak je zoiets bespreekbaar en met wie? Nou, in ieder geval met jezelf. Daar begint het mee. Dus ik bedoel, als je het hebt aangeraakt en je denkt, weet je wel, vies, weet je, ik moet het wassen. Of dan denk je, nou, raakt lekker, weet je wel, best wel lekker vandaag. Ik bedoel, dan begin je toch de dag anders. Dus je moet in ieder geval een goede relatie met je eigen geur van je vagina hebben. Wacht. Dus jij zegt eigenlijk, op dagelijkse basis moet je eigenlijk wel een beetje een zelfdetectie doen. Ja. Even kijken of het ja, want je ruikt dan ook wel van, ook, ik word ziek, weet je, net als de geur van je mond zegt dat ook. Of ook word bijna ongesteld, of ben je ongesteld. Of weet je, of ik zit nu in mijn ovulatie van, ik heb heel veel zin. Weet je, dus ik ruik wat zoeter. Of ik ben wat plakkeriger, weet je wel. Dus dat zegt veel. Maar is dat iets wat altijd in jou gezeten had... waardoor je die nieuwsgierigheid kennelijk zo hebt ontwikkeld... dat je die kennis nu hebt daarover? Nou ja, ik heb het gewoon van nature altijd zo gedaan. En ik merkte bij vriendinnen dat die daar vaak anders over dachten. Ik denk dus dat ik niemand hier voor de rest... Dus ik vond het in ieder geval goed om het daar in ieder geval bespreekbaar te maken. Maar iedereen kent dat wel, hoor. Ja. Al mijn vrouwen weten heus wel. Hoe vinden jullie het een goed idee eigenlijk? Oké, al vind je het een goed idee voor je vriendin? Nee, maar ik vind het wel... Ik heb er nooit over nagedacht zelfs. Nee. Maar merk je daadwerkelijk ook dat als je anders ruikt... dat je dan ziek wordt of als ziek bent, dat je daadwerkelijk... Ja, je kan of dat je veel zin hebt, weet je. Dus als het wat zoeter ruikt of als het wat sterker ruikt. Of, weet je, dus het is echt een thermometer van je lichaam. En, wat en zegt, het zegt veel. Wat zegt het voor jou over de vrouwelijkheid... dat je nu dit in dit blad kan schrijven... en dat je er ook nu op televisie, nationaal, erover kan praten... zonder dat... Ja, dat kan. Ja, toch kan, toch? Dat kan. Ja natuurlijk. Ik krijg wel een beetje rode oren ervan. Maar ja? Het is niet zo dat hij nu naar huis gaat en zegt van... schat, je moet er... Nee. Nee. Maar ik denk belangrijk, hè? We moeten niet in de lachige sfeer gaan trekken. Nee. Maar daarom, ik vind het ook wel bijzonder. Kijk, we hebben ook een filmpje hebben waarbij ook wordt gepraat over de vagina. Laat even kijken hoe deze vrouwen over hun vagina praten. That is what I thought it would be. If more of us had the opportunity to do something like this, we would not be as messed up in our heads. We would understand that it's just a body. I think it's very disrespectful and rude and offensive to sexualize everything that a woman does. I'm not an object, I'm a human being, and interactions with other people don't always have to be sexual. There's just a total lack of discussion around this. And if you grew up similarly to how I grew up, you might have a lot of shame around the topic of your vagina. I grew up Catholic, so I feel like there was a lot of guilt associated with exploring your own body. We all have organs and we all have different parts, and this is what they look like. Loving yourself is loving every part of your body. And that includes this. Little guy, little girl. Krijg jij door je lintje... Maar dit is toch bijna ontroerend? Ja. Nou ja, ik vind het opvallend, wat jij zegt, iedere vrouw heeft er een. Maar het is altijd ook een beetje een lacherige sfeer. Dat hou je niet helemaal droog. Lachend of ontkennend of schaamte. Weet je, terwijl er zit zoveel informatie, maar er zit ook zoveel genot. Dus als het zo moeilijk is om ermee om te gaan, hoe kan je dan genot voelen?